Meneer Van Maren, u heeft zojuist het programma begroting voor 2016 gepresenteerd. En wat betekent dit nou voor de burgers van Almelo? Ja, voor de burgers van Almelo betekent dat toch een stijging van de lastendruk. Omdat we voor een geweldige opgave staan. Het besparen van een bedrag van 15 miljoen euro. En er is nog bijgekomen naar van het perspectiefnota een bedrag van 2,5 miljoen euro. Dus totaal 17,5 miljoen euro. Ja, dat is ons niet gelukt om daarbij de burgers te ontzien. Dus het leidt toch wel tot een lichte verhoging van de lastendruk. Zijnde OZB en de rioolheffing. En hoeveel jaar heeft u nu nog nodig om de zaak weer financieel gezond te maken? Zoals dat nu gepresenteerd is, deze begroting, hebben we een periode van 6 jaar nodig om weer op een gezond niveau te zijn. De negatieve tegenvallers, of die zijn altijd negatief, maar tegenvallers komen. Dat klopt, dat klopt. Als er bijvoorbeeld 200 asielzoekers hier komen en u draait voor de kosten op, dan heeft u een probleem? Nou ja, dat is niet helemaal een goed voorbeeld, want ik heb begrepen, asielzoekers krijg je een uitkering van het COA per asielzoeker. Dus dat dekt dan de kosten naar alle waarschijnlijkheid. Maar goed, er kunnen natuurlijk altijd tegenvallers zich voordoen, maar er kunnen ook meevallers zich voordoen. Maar hier moet de raad hier nog verder over beslissen? Ja, ja, nee, er komt een politiek beraad en er komt een raadsvergadering waarin de begroting door de raad al of niet wordt vastgesteld. Er kan dus nog wat geschoven worden? Ja, de raad heeft daar alle invloed op, dus er kan inderdaad nog wat geschoven worden. Wij lopen even iets aan de kant. We lopen in 3 dagen. Ja, dat gaat niet goed, wat doen? Oké, kom. Vrijdag 2 oktober werd voor de 37e keer de traditionele Almeloze UNICEF loop gehouden in het Nerisbos. Alle kinderen van de Almeloze basisscholen waren uitgenodigd en er hadden zich 750 kinderen aangemeld om een handje te helpen met hun voeten. De deelnemers gingen op pad om geld in te zamelen voor UNICEF, dat kinderen over de hele wereld helpt bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Dit jaar hebben onder andere de John F. Kennedy Scouting, het Natuurhuis en Heracles meegeholpen om van de wandeling een bijzonder evenement te maken. Ja, is die al klaar? En in een touw zit een knoop, maar een knoop is ook buitengewoon veel gebruikt tijdens fietsen. Want iedereen kent knooppunten, route, dat is het recreatieve waar wij nu staan is de fietssnelweg. Dat kan natuurlijk ingepast worden in de knooppuntenroute, maar het is ook met name bedoeld om snel en veilig, vooral veilig, van de ene plek naar de andere plek te komen. Wat even, maar ook aan deze plek, ja. Komt er natuurlijk een vrachtwagen in de stad en dan zijn. Dat is ook het mooie. Normaal is bij touwtrekken trek je elkaar uit elkaar, maar wij trekken naar elkaar toe. Ja, dat gaat goed. Ja. Ja, dat gaat hier. Ja. Meneer Saspoort, wethouder van Wierden. U heeft zojuist samen met die collega van Almelo een nieuw stukje van de fietssnelweg geopend. Hoe belangrijk is dat voor Wierden? De fietssnelweg is heel belangrijk voor Wierden en met name ook gewoon voor de bereikbaarheid van Wierden, veiligheid en ja, alle toeristen en recreatief wat er gebruik van gemaakt wordt. Het is gewoon heel belangrijk dat dat voor Wierden dat het gerealiseerd is. Daar zijn we enorm blij mee. En ze komen zelfs kinderen op de fiets uit Nijverdal en die weer doorgaan naar Almelo ook. Dus ja, er wordt echt volop gebruik van gemaakt. Dat is goed om te zien. Hoi, ik ben Gerrit Kemna, evenementencoördinator bij Almelo Promotie. Ik wil jullie namens het hele team van Almelo Promotie op 12 oktober graag uitnodigen voor het Kenniscafé. En dat wordt gehouden bij Univer aan de Apollolaan in Almelo. We hebben die avond een heel interessant programma samengesteld met onder andere workshops over veiligheid, fondsenwerving, marketing en communicatie. Dus echt de moeite waard. Heel bijzonder dit jaar is Jeff Hendricks. Hij is hoofdbeveiliging van de Zwarte Cross en hij gaat zijn ervaringen delen met Almelo's evenementen. 12 oktober is om 6:30 de koffie klaar en om 7:00 begint het programma. Als je van plan bent om te komen, meld je dan voor 7 oktober aan via info@almelopromotie.nl en dan zien we jullie graag op 12 oktober. Tot dan! De doelstelling van Sarah is 24 jaar geweest om Almeloze kunstenaars over het voetlicht te brengen. En dat willen we goed doen. En dat betekent dat we een goede brochure uit willen brengen met goed drukwerk. En dat kost gewoon veel geld, dat is één. Maar wij vinden ook dat als je daarmee aan de slag gaat, dat je die kunstenaars recht moet doen. Dat moet je niet afraffelen, dat moet je goed doen. En wij zeggen van nou ja, oké, we doen het of goed of we doen het niet. En we gaan niet inboeten verder. Ik denk dat de Herman Krikhaarprijs is iets wat wij in het leven geroepen hebben, zo'n jaar of 7 geleden. En ja, wij vinden die Herman Krikhaarprijs een hele fijne stimuleringsprijs voor kunstenaars. Het wordt ook ernstig gewaardeerd. Kunstenaars weten ook dat het winnen van zo'n prijs iets betekent. Want er zijn immers maar heel weinig van die prijzen in Nederland te vergeven. Dus ja, een prijs winnen op het gebied van kunst is een heel prestigieus iets. Nou ja, de plannen zijn ook nog wel ambitieus voor Almelo in de komende jaren. Alleen, kijk, je weet wat je hebt en je weet nog niet wat je krijgt. Ja, vanaf dat ik startte als kunstgalerie, of met een kunstgalerie in 2005, toen had ik vrij veel contact met hier Paul. En ik zei tegen Paul van wij gaan een kunstgalerie starten. Nou zeg hij, jij bent iemand die graag samenwerken wil. Je kunt met Kunststappen meedoen. En vanaf 2005 ben ik lid van de ja, stichting Kunststappen eigenlijk. als kunstgalerie moet je het nooit in je eentje willen doen. Ik zoek het altijd dus in samenwerking. En wat is het mooi dan met je naburige stad te gaan samenwerken. Dan kunnen mensen vanuit Almelo ook naar Wierden gaan kijken. We hebben altijd dezelfde dag voorheen was het altijd de eerste zondag van de maand. Sinds een paar maanden is het nu de laatste zondag van de maand. Omdat Almelo dan ook een koopzondag heeft. En wij werken gewoon met hun mee. Als hun zeggen we doen het op die zondag, doen wij ook mee. En de kunstenaars die hopen natuurlijk ook iets te kunnen verkopen. U hebt net de atelier- en theaterroute geopend, hè? Waarschijnlijk de laatste. Dat is maar de vraag. Ik heb begrepen dat ze het moeilijk hebben, dat het lastig is om het te organiseren. Het is natuurlijk belangrijk voor de stad dat het wel blijft. Waar het volgens mij nu op aankomt is dat we even met z'n allen heel goed kijken. Wat is er nou van nodig om dat mogelijk te maken? En ik wil daar graag met raad en daad bij staan. Nee, het is belangrijk voor de stad dat het er is. Maar het is ook de vraag of het zich moet vernieuwen of veranderen of innoveren. Ik denk dat dat goede vraagstukken zijn om eens even met elkaar over door te praten. En het is ook niet zo, dat zeg ik ook maar even meteen erbij, voordat de verwachtingen verkeerd geschapen worden, dat ik met een cheque aankom met geld om dat allemaal even te regelen. Zo simpel is het niet. We zullen het echt met elkaar moeten doen. En ik denk dat de kunstenaars daarbij horen, de sponsoren en misschien dat de gemeente daar ook nog iets bij kan doen. We zijn hier op het Indiëterrein. Almelo kent een rijk en bloeiend industrieel verleden. En kenmerkend voor Almelo is de textielindustrie. En na een periode van bloei in de jaren 60 van de vorige eeuw zien we een sterke teruggang. Het Indiëterrein is nog heel duidelijk herkenbaar als locatie van de textielindustrie. En vorig jaar vormde het decor voor de succesvolle stadsmusical van Katoen en Nu. En juist die elementen van cultuurhistorie die hier nog duidelijk herkenbaar zijn, worden gebruikt bij de gebiedsontwikkeling. Waarom houdt een ontwikkelaar rekening met cultuurhistorie bij gebiedsontwikkeling? Dat is een hele bewuste keuze van ons bedrijf. We hebben meer van deze locaties in onze portefeuille. De plek die hier ligt, die is zo uniek. Die geeft al zoveel aanknopingspunten voor de gebiedsontwikkeling. Denk maar aan de oude gebouwen, aan de cultuurhistorie, de oude weegpatronen die hier liggen. Die zorgen dat deze plek een bepaalde sense of place krijgt en heeft die andere plekken niet hebben. Op die manier maak je een uniek project en wij merken aan onze klanten, onze kopers, dat ze er ook waarderen. Dat ze graag op deze plek, op dit soort plekken willen wonen. Zou je kunnen spreken van een bedrijfsfilosofie van Ter Stegen? Denk ik zeker wel. Ik denk dat wij zeker hier in het gebied als Twente bekend staan als ontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar van deze locaties. We zijn er midden onze portefeuille. Een aantal die wat verder zijn dan Indië en een aantal die nog een aantal jaren onderweg zijn voordat we daar aan de slag kunnen gaan. Maar wij kiezen heel bewust voor deze locaties. Weilanden zijn voor koeien, binnensteden en oude fabrieksterreinen. Daar moeten we gaan wonen met z'n allen. Welke rol kan een gemeente spelen bij herbestemming en gebiedsontwikkeling? Ik denk een hele belangrijke rol die ze daarin kunnen gaan spelen. Het belangrijkste voor ons is wel de 3 P's. En dat is programma, programma en programma. Wil je gaan herbestemmen met gebouwen die er zijn, dan gaat het ook om de functie die erin hoort. En ik denk dat daarom een hele belangrijke rol ligt voor een gemeente. Om heel actief mee te denken met de ontwikkelaars of met een andere eigenaar. Om de juiste functies te vinden bij die gebouwen. Want zonder functies, als ze leeg staan, dan rennen ze achteruit. En herbestemmen hoeft ook niet duurder te zijn dan nieuwbouw. Wat is dat eigenlijk, een pleisterplaats Hondenborg? Een pleisterplaats is een plaats waar iedereen 7 dagen in de week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan komen om koffie te drinken, wat thee te drinken, een ijsje te eten, uit te rusten van de bijzondere locatie. Het is onbemand, dus iedereen kan daar gewoon heen gaan wanneer ze zelf willen. Men moet zelf afrekenen, is verantwoordelijk van hoe men het achterlaat ook. Ja, het is echt een plaats waar heel veel wandelroutes langs heen lopen. Het kloosterpad, het maskeramenpad loopt er langs heen. Heel veel fietsroutes, mensen die overal vandaan komen uit heel het land. En heel bijzonder. Nou, en het ligt ook mooi in het groen hier, hè? Al die gebouwen. Maar als ik zo rondkijk hier naast mij, dan zie ik dat er wel eens wat gebeurt hier. Ja, op zich gebeurt er gelukkig bijna niks. Even afgelopen op het hout. Maar voor een paar weken geleden is er dus een boom omgevallen. En niet zomaar een boom, hè? Een hele oude boom, ja. Ja. Hoe oud? Wij denken 200 jaar oud, ja. 1 boom is omgevallen, ja. Want we staan hier te midden van eigenlijk allerlei zaagstukken. Vertel eens wat over die boom. Die boom is vorig jaar nog goedgekeurd. En er zat vol in het blad en vol met eikels. En het was een hele rustige dag. Het waaide wel iets, maar niet echt heel erg. En in één keer viel daar een tak bovenop onze schuur. Die brak zo af, vanuit het niets, zo ineens. Het leek wel een aardbeving, zo hard ging dat. Ja, het is nu dat ze moeten zorgen dat de boom een goed plekje krijgt. Ja, is er een plekje voor bekend? Een gedeelte gaat terug naar Twikkel. En het waren 2 bomen en de andere boom zijn we mee bezig om dat af te voeren. Ja. En er is nog inderdaad een gedeelte wat naar een museum heen gaat, wat ik weet. Ja. Het is allemaal heel vlug gegaan. Ze zijn daar gisteren mee begonnen. Ik heb er nog weinig van gehoord. Het was nog een hele klus, denk ik. Het was een hele grote klus, ja. Het is niet zomaar een boom wat omgevallen is. Nee. Maar nou zie ik dat er toch nog een behoorlijke stop overblijft. Ja, daar gaan we een leuke praattafel voor maken. Voor onze kinderen en voor onszelf. Dus men moet creatief zijn.